Ik ben Janette, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie een unboxing van Shein. En ik heb er echt onwijs veel zin in. Dit is echt een van mijn favoriete video's om te maken. En het wordt ook altijd heel erg goed bekeken. Dus jullie vinden het waarschijnlijk ook heel leuk. Dus ik kan echt niet wachten om het pakket open te maken. Ik heb echt mega veel items mogen ontvangen. Dus als je heel veel zin hebt in deze video, doe zeker een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. En ik zou het ook heel erg leuk vinden als je een leuke reactie achterlaat met bijvoorbeeld je favoriete item. En dan heel veel kijkplezier. Ik heb een hele grote zak mogen ontvangen met allemaal items. Ik heb hem al opengemaakt, maar nog niet de items bekeken. En ik heb voor jullie ook een kortingscode. Al linkjes in de beschrijving. Dus ik heb er helemaal zin in. Het is een kortingscode voor 15% korting tot en met 31 maart. Dus je kan hem ook nog eventjes gebruiken. Dus dat is super fijn. Ingewikkelde code, dus ik zet hem in beeld. En dan ga ik alles uit de zak halen. Want er zit echt mega veel in. Volgens mij zijn het 15 items. Oké, laten we maar snel beginnen. Ik heb zomer items, normale items, van alles wat. Want ik ga namelijk bijna op vakantie naar Bonaire. Als eerste een blauwe satijnen jurkje. Natuurlijk niet echt satijn, maar je snapt het idee. Ik vind de kleur echt prachtig. En bij de aanbeelden ga je het beter zien. Er zit wel schoudervulling in. En dat is wel een beetje goedkoop. Ik vind de kwaliteit van Shein echt steeds beter worden. Ik vind dit ook echt heel erg goed aanvullen. Maar het blijft natuurlijk best wel goedkoop. Dus je moet er ook weer niet super, super veel van verwachten. Het is niet de kwaliteit zoals bijvoorbeeld bij de Zara. Maar ik denk dat dit wel echt een heel erg leuk jurkje is. Zeker voor vakantie. En ja, ik heb deze in een maatje M. En hij heeft dus hier in het midden van die leuke knoopjes. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat dan gaat vallen. Dus dat is het eerste blauwe jurkje. Dit is het jurkje. Ik vind de kleur echt prachtig. En hij zit ook heel erg mooi. Wel moet je er rekening mee houden dat hij best wel kort is. Ik ben 1,60 en bij mij is die zelfs een beetje aan de korte kant. Ik vind de kleur wel heel erg mooi. Een beetje een kreukelstofje. Er zit wel een rits in waar ik erachter kwam toen ik hem al aan had. Maar ja, ik vind het wel een heel erg leuk jurkje. Zeker voor een feestje, met je laars eronder of leuke hakjes. En gewoon een hele mooie kleur. En volgens mij sluit hij ook wel goed aan. Dus dit is het jurkje, heel erg blij mee. Dan als tweede heb ik iets voor over je bikini heen, denk ik. Ja, en dat is echt zo'n soort, een beetje een mesh jurkje, of hoe je dat ook zegt. En die kan je dus over je bikini heen gooien. Heel erg leuk. Ik had gezien dat hij hele goede reviews had, dus ik ben heel erg benieuwd. Ik zie wel dat hij heel erg kort is. Maar volgens mij heeft hij dus zo'n hele grote open rug. En dan kan je hem dus zelf strakker trekken met van dit soort touwtjes. Ik zal hiervan wel even een foto in beeld plaatsen, want dan snap je wat ik bedoel. Maar je kan hem echt heel kort maken of helemaal uitrekken eigenlijk. Dus ik dacht, die is wel echt super leuk voor vakantie. En dat is deze. Deze heb ik volgens mij ook in een maatje M of in een one size. Alle items heb ik in een M besteld of gewoon de maat die er stond. Dan als volgende. Ik weet echt niet meer wat het is. Oh, een broek. Hier ben ik heel erg benieuwd naar. Want dit was een van de broeken die het meest verkocht is. Een leren broek. Maar hij is dus wel van de petite collectie. En ik ben heel klein. Ik ben 1,60. Maar ja, ik ben gewoon heel benieuwd hoe dit dan gaat vallen. Want hij ziet er namelijk heel kort uit. Zelfs voor mij. Dus ik ben benieuwd. En ik denk dat hij echt super high-waisted is. De kwaliteit vind ik overigens wel echt super goed voelen. En ik heb hier, staat er ook in, petit maat M. Dus, nou als ik zo kijk, denk ik dat hij misschien zelfs te kort is. Maar ik kan me gewoon niet voorstellen. Want meestal zijn broeken bij mij echt altijd te lang. Hij heeft gewoon mooie zakken en een knoop en een rits. En aan de achterkant heeft hij ook gewoon zakken. Ik vind deze kwaliteit wel echt super goed voelen. En aan de onderkant loopt hij dus helemaal straight uit. Dus je hebt een beetje van die wijde pijp. En dat vind ik altijd wel heel erg mooi. En je zou er eventueel ook nog een riem in kunnen doen. Dus als hij mooi zit, is dit denk ik wel echt een van mijn nieuwe favorieten. Want ik had ook een nieuwe leren broek nodig. Want die vorige van mij was kapot. Oké, ik heb de broek aan. Hij zit echt heel erg lekker. Aan de bovenkant ook. Hij sluit mooi aan.
alleen huis voor mij zelfs te kort. Ik lijk er wel een clown in. Omdat hij dus zo kort is, komt hij zo... Ja, het ziet er gewoon heel raar uit. Want dan lijkt het net of ik gewoon een te kleine broek heb gekocht. Dus helaas gaat dit hem denk ik niet worden. Dus ik denk dat ik hem misschien, ja... Ik heb ook niet echt vriendinnen die nog kleiner zijn dan ik. Dus geen idee. Maar ik vind het wel echt een mooie broek. En zeker als je dus heel klein bent, is het echt heel fijn. Alleen voor mij is die dus zelfs gewoon een beetje te kort. Want ik ben gewoon bang dat het een beetje raar staat als ik hem dan aan heb. Dus helaas. Ik zag echt dit super schattige tasje voorbij komen. En ik dacht, hoe leuk is dit voor vakantie? Voorbij een zwarte outfit of een wit jurkje. Echt mega leuk. Hij is wel echt heel klein als dit mijn hand is. Maar ja, ik vind hem echt prachtig. Er zit ook nog een langer hengsel bij. Dus je zou hem ook nog anders kunnen aandoen. Dus je hebt hem eigenlijk zo, maar je kan hem dus ook zo dragen. Ik denk wel dat ik hem eerder zo zou dragen misschien. En ik heb geen idee wat erin past. Ik heb een iPhone 12 Max en die past er dus niet in. Misschien als ik goed duw. Oké, die zou er net in passen als ik dit er niet omheen had. Maar mijn camera past er wel in. Dus ik vind het wel echt een super schattig tasje. En ze hadden deze ook in heel veel andere kleuren. Dit vind ik echt geen Shein kwaliteit, maar echt veel beter. Dus dit leuke roze tasje. Dan heb ik een trui. En ik vond deze trui er echt heel erg leuk uitzien. Ik vind de kleur ook heel erg mooi. Het is een beetje van dat bruinige grijs met zwarte strepen. En ik dacht heel leuk boven die leren broek, maar kan natuurlijk ook boven een andere broek. Ik heb deze in een maatje M, denk ik. Nou, er zit geen maat in, maar hij ziet er best wel gewoon klein uit. Best wel kort. En ik had hem juist ook in een M genomen, zodat hij wat oversized is. Maar daar moet je dus wel een beetje rekening mee houden. Kwaliteit voelt goed aan. Het is niet een hele dikke stof of zo. Maar ik vind het wel prima. En dit is ook weer... Ja, het is gewoon netjes afgewerkt. Niet echt iets op aan te merken. Het is gewoon best wel een basic item. Maar ik dacht wel heel erg leuk om naar bijvoorbeeld stage aan te doen. Of een leuke zwarte blazer eroverheen. Dus ik denk dat deze trui wel heel erg leuk is. Ik ben heel erg benieuwd, want deze hadden ze ook in andere kleurtjes. Ik heb de trui aan. Nou, je weet bij Shein nooit wat de voorkant of achterkant is, want er zit geen label in. Hij zit heel erg lekker, gewoon prima. Het is eigenlijk gewoon een S, dus ik weet niet of ik dat had besteld. Maar zo eigenlijk vind ik de kleur leuk. Ik vind het leukste aan boven een leren broek. Ik heb er niet echt iets op aan te merken. Ik had hem wel liever wat oversized gewild. Navel zit ongeveer hier, maar gewoon wat groter of zo. Dat vind ik altijd fijn. Als volgende heb ik een bikini. En ik bestel echt super vaak bikinis op Shein, want ik vind ze gewoon prima. En ik vind elk jaar weer eigenlijk iets anders leuk. Dus dan bestel ik ze gewoon en dan het jaar erop bestel ik gewoon weer nieuw, omdat ze toch zo goedkoop zijn. En ik heb deze zebra bikini met dit topje. En er zit altijd een klein beetje vulling in met van die zilveren ringetjes. Ik vind hem echt heel erg leuk. En je kan de bandjes verstellen en je kan hem gewoon zelf vastknopen. Ik heb de bikini ook in een maatje M. En daarbij hoort natuurlijk een bijpassend broekje. En die heeft hier ook van die leuke ringetjes. Het broekje is niet heel cheeky, dus dat is wel fijn voor mensen die dat niet willen. En daarbij hoort ook nog een leuk rokje. Dus het is echt helemaal zo'n bijpassend setje. En ik vind dit voor vakantie altijd heel erg leuk. Dat je gewoon dit zo om je heen kan knopen. Het is niet heel veel stof, maar het geeft toch gewoon iets extra's. En dan kan je dat gewoon aan de voorkant zo vastknopen. Dus dan heb je eigenlijk gewoon een setje met drie dingetjes. En ze hebben dat met heel veel bikinis. En ik vind dat echt top. Het ziet er leuk uit en het is gewoon makkelijk. En het past gewoon mooi bij elkaar. Dus dit is zeker een nieuwe favoriete bikini, als hij natuurlijk goed zit. Dan heb ik een jurkje. Oh, deze stof voelt heel dik aan. Ik vind het ook een hele mooie kleur. Ik hou wel meer van deze kleur groen dan van deze kleur, maar ik vind dit ook heel erg mooi. En ik zag dit jurkje voorbij komen. En ik dacht, of hij wordt heel mooi, of het wordt echt zo'n zak. Dus de kwaliteit voelt in ieder geval heel goed aan. Het is wel een beetje een kreukelstofje. En dan heeft hij, ja, ik had deze jurk denk ik wel in een S moeten bestellen. Maar ja, aan de onderkant heeft hij heel leuk. Een beetje dat getrapeerde effect. En je kan hem dus zelf ook strakker trekken. Ja, het is gewoon heel moeilijk om nu te laten zien.
Maar zo in de aanbeelden ga je het echt beter zien. Ik ben echt heel erg benieuwd hoe dit gaat staan. Want ik heb ook hele leuke zwarte hakjes. Dus dan misschien dit. Maar ik denk ook weer dat misschien dit een beetje te warm is voor Bonaire. Dus ik moet maar eventjes kijken. Het jurkje is echt zeker geen flop. Ik vind hem echt fantastisch. Hij zit echt mega mooi. Als je hem aan hebt, kreukelt de stof eigenlijk niet. Ik vind de mouwtjes leuk. Ik hoop dat het licht een beetje goed is. En je kan hem dus zelf wat korter maken door dit omhoog te doen. Maar doordat hier een band zit, lijkt het een beetje... Hier wordt het gewoon wat smaller gemaakt, wat ik wel echt nodig heb. En er zit hier dus ook een rits in. Ik vind hem echt heel erg leuk. Dus ik ben super blij met dit jurkje. Ja, en dan als volgende... Ik weet eigenlijk even niet wat het is. Oh, nog een bikini. Oh, een bruine bikini. Dit heb ik nog niet. Ik ben er heel benieuwd naar. Ik vond deze er echt zo mooi uitzien. Het is dus zo'n topje. Dat je hem zo om je nek moet knopen. En ik vond het er zo leuk uitzien. En dan kan je dit ook nog om je heen wikkelen, dacht ik. Ik weet nu zelf ook niet meer hoe het zit. Ik dacht dat je hem zo om je heen kon wikkelen. En dit is het broekje. Die kan je dus ook heel mooi verstellen. Ik denk dat dit broekje echt prachtig zit. Zo. Deze is wel heel cheeky. Dus daar moet je wel een beetje rekening mee houden. En hierbij zit dus ook een rokje. Echt mega leuk. En dit rokje heeft dus een beetje een bruin patroontje met... Ja, hoe zeg je dit? Ik heb hem aan de verkeerde kant. Ja, ik vind het er gewoon heel leuk uitzien. Nou, dit is ook weer heel weinig stof. Maar gewoon heel leuk om je bikini natuurlijk heen te knopen als extraatje. Dus dit is de bruine bikini. Je had hem ook in het groen. Die vond ik eigenlijk mooier. Maar die hadden ze volgens mij niet meer in mijn maat. Of ik weet niet meer waarom ik die niet heb gekozen. Maar heel erg leuk. Een bruine bikini. Ook heel erg mooi als je lekker bruin bent. Dan gaan we door naar het volgende item. En dit is een soort pak volgens mij. En ik was hier wel heel benieuwd naar. Ik dacht, ik ga ook gewoon even wat andere dingen proberen. En een hele mooie donkerbruine kleur. Volgens mij komt de kleur niet heel goed over. Het lijkt nu een beetje zwart. Maar het is dus een hele mooie bruine kleur. En daarbij hoort dus deze blouse. Vond ik echt prachtig. In een beetje... Oh, nu zie je de kleur volgens mij wel heel goed. Beetje een soort katoenen blouse. Hij is wel best wel groot, omdat ik hem natuurlijk in een M heb besteld. Maar de broek wilde ik sowieso in een M. En het is een setje. Want er zit namelijk een soort, ja, leuke broek bij. Ik vind het ook een beetje iets voor op het strand of zo. Als je hem in een lichte kleur had gehad. Maar ik denk dus dat dit echt heel erg leuk is. Dus het is gewoon een broek. Zitten er zakken in? Ja, er zitten ook zakken in. En die loopt gewoon helemaal wijd uit. En daarbij hoort dus een bijpassend blouseje. En ik dacht misschien ook wel chill om in te vliegen. Dus ik moet er eventjes naar kijken wat ik aan ga doen. Maar ja, ik wist helemaal niet dat ze dit soort items op Shein verkochten. Ze hadden deze ook nog in een witte kleur. En ook nog rood. Volgens mij ook andere kleuren nog. En ik was er gewoon heel erg benieuwd naar. Want je kan ze natuurlijk ook gewoon apart van elkaar dragen. Want dit blouseje is ook gewoon leuk los. Maar ik dacht misschien ook wel heel erg leuk met die bruine bikini eronder. Of het wordt een beetje too much. Maar heel erg leuk. Dus hier ben ik ook heel erg benieuwd naar. Oké, ik heb de set aan en ik ben echt verliefd. De blouse zit mega lekker. Hij is wel echt heel erg lang. Dus je zou hem zelfs nog zonder broek over je bikini heen kunnen doen. En de broek zit ook echt mega lekker. Het is zo'n, ja, echt zo'n elastieke stof. Je zou deze ook nog zo, ja, een beetje zo nonchalant in je broek kunnen doen. Maar als je hierin gaat vliegen... Nou, het zit gewoon echt als een pyjama... Maar het ziet er ook nog... Ja, het ziet er gewoon leuk uit. Ik vind de kleur ook heel erg mooi. Dus ik ben hier zo blij mee. Echt fantastisch. Echt een nieuwe aanwinst. Helemaal blij mee. Dan nog een wit item. Geen idee meer wat het is. Oh, ook iets voor over je bikini heen. Nou, ik heb genoeg vakantie-items. Oh ja, deze. Kijk, dit is gewoon zo'n jurkje die je snel even eroverheen kan doen. En... Ja, deze had ook weer hele goede reviews. De kwaliteit voelt echt top aan. En hij heeft dus heel erg mooi dit met zo'n randje. En ik dacht ook leuk voor naar het strand om gewoon ergens overheen te doen. Hij heeft ook een dubbel laagje qua rok. Ik denk niet dat hij heel erg doorschijnt. Maar ja, als je zo'n hele opvallende bikini eronder doet, schijnt het volgens mij altijd door. Maar ik vind hem wel echt heel erg leuk. En super makkelijk om natuurlijk op het strand mee te nemen.
heel vaak ook als je bijvoorbeeld gaat lunchen of zo, dan denk ik altijd, oh, ik wil echt even iets aan, maar wat? En dan kan je gewoon zoiets aan doen. Dus heel erg leuk. Dus dat is het witte jurkje. Volgens mij heb ik echt al een miljoen keer gezegd dat het leuk is. Maar ik vind het ook echt heel erg leuk. En er komt ook geen einde aan. Geen idee wat dit item is. Oh ja, ik weet het alweer. Ik heb dus een hele mooie lange blouse. Een soort blousejurk. Maar als ik hem aan heb, vind ik hem een beetje saai of zo. En toen zag ik deze. En dit is zo'n, ja, hoe noem je dit? Een spencer, maar dan lang. Dus een lange spencer als jurkje. En ik dacht, hoe leuk is dat om die blouse eronder en dan dit eroverheen te doen. Dus het is gewoon eigenlijk een spencer jurkje. Maar je kan ook gewoon een kort blouseje eronder doen. Ik heb deze denk ik ook in een maatje M of in een one size. En ik dacht gewoon een heel leuk herfst item. Maar je kan het ook in de winter dragen. Of je zou zelfs het jurkje zo los kunnen dragen. Maar ik denk niet dat ik dat zo snel zou doen. Maar ik dacht heel leuk met die blouse eronder. En gewoon er even wat anders. Lange laarzen eronder. Helemaal leuk. Ik zag het helemaal voor me. Dus dat is deze. Dit item is een beetje een flop. Want hij is gewoon niet echt heel erg oversized. Waardoor het echt een beetje een soort... Ja, ik weet niet wat voor een effect het geeft. Ik vind het gewoon net niet helemaal leuk. Dus ik moet hier nog even naar kijken hoe ik dit wil combineren. En hij is ook best wel doorschijnend. Dus je ziet die witte blouse er eigenlijk gewoon doorheen. Dus ik zou deze denk ik niet per se aanraden. Ja, ik vind het gewoon net niet. Dus dat is deze. Dan heb ik nog een bikini in een hele opvallende kleur. Geen idee waarom ik deze heb gekozen, maar ik vind hem wel heel vet. Het doet gewoon pijn aan mijn ogen. Daarbij hoort dit broekje. Heel erg mooi. Als je bruin bent en je hebt deze aan. Ik denk dat het echt prachtig is. Dus daar hoort deze bij. En dit topje. En deze topjes vind ik dus heel fijn. En die hebben dus hier zo onder een beugel. Ja, ik vind dit topje gewoon... Ik heb meerdere topjes. In andere kleurtjes. En ik vind dit gewoon altijd het fijnste. Dit is gewoon een sluitingje aan en je kan alles gewoon verstellen. Dus dat is mega handig. En dat is dus deze oranje bikini. Misschien ga ik die wel op de laatste dag dragen. Als ik lekker bruin ben geworden. Deze heb ik ook weer in een maatje M. Dan het laatste item. Geen idee wat dit ook weer is. Oh, wat leuk. Hier ben ik heel benieuwd naar. Ik ben naar alles zo benieuwd. Oké, ja, ik heb dus een topje en dan kan je dat zo voorover, ja, zo vastknopen en dan komt dit heel mooi uit. En ze hebben daar dus ook een jurkje van. Het topje heb ik al en ik dacht ik bestel ook gewoon het jurkje. Dus je kan deze zo voorlangs knopen en dan zo vast doen. En dan heeft hij een mooie open rug en dan is de onderkant is zo getrapeerd. Ik dacht leuk met die hakjes en dan die roze tas erbij. Ja, nu lijkt het gewoon echt gewoon een zwart stuk stof. Maar ik denk dus echt dat dit heel mooi kan zijn. Ik heb deze ook weer in een maatje M. En ja, dat is dus dit topje. Ik ben echt zo benieuwd. En je hoeft er dus volgens mij ook niet per se een BH onder te dragen. Dit is het zwarte jurkje. Ik weet niet zo goed wat ik ervan vind. Ik vind het gewoon bij mij niet heel mooi staan. Je kan hem dus op verschillende manieren dragen. Je kan hem zo dragen, maar ook... je kan hem ook zo knopen dat hij er zo uitziet. Je had deze ook nog in heel veel andere kleuren. En ik draag er nu geen BH onder. Dus ja, het is maar gewoon... Ja, ik vind het gewoon een beetje toch te basic. Terwijl ik had verwacht dat het jurkje heel leuk zou zijn. Dus ik vind hem niet lelijk. En hij zit lekker, maar ik had hem gewoon leuker verwacht of zo. Dus dat is het zwarte jurkje. Dus dat waren alle items van Shein. Ik hoop dat jullie de shop nog leuk vonden. Als je dat vond, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet. En dat je een leuke reactie achterlaat. Vergeet zeker niet mijn kortingscode te gebruiken. En dan zie ik je heel snel weer bij een nieuwe video. Doei doeg!